Dan maak je er een gat in het midden. Maak je een gat in het midden, of niet? Schaap. Speciaal talent. Schapen laten één wol vallen als ze doodgaan. Moet ik erop? De jongen kan een beetje dood worden. Ja, hier! Hele goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En vandaag is het de gasthouderopvangdagje. Dus ik ga zo de kinderen halen. Wat jullie op de achtergrond horen is... Bella, dat zwarte monster, is aan het eten, net uit geweest. Had ik gisteren alles mooi gezogen en gedwaald, kan ik weer aan de gang. Allemaal weer plukken haar van Troy, dus dat ga ik maar doen dan als de kinderen er zijn. Het is niet anders. Ze zitten heel erg met hun vacht in de ruis. Ze weten natuurlijk ook helemaal niet wat voor weer het is. Dus ja, het is vasthouden, loslaten, vasthouden, loslaten. Ze weten het gewoon niet meer. Dus ja. Ik ga even opschieten. Ik zie jullie strakjes weer als ik weer thuis ben. Tot zo. Slimer, toch? Slimer. Ja hoor. Ik wil. Ik wil graag mee. Maar gewoon een vierkant tussen. Dan laat je er een gat in het midden. Laat je een gat in het midden, of niet? Ja. Dat doe ik. Maar is dat handig voor Rosa, denk je? Nee, dat is voor larva. Ja, dat is... Een vierkantje heb je toch? Ja. Een lekker mooi zwembadje. Oh. Een gatje. Oh ja. Die water, dat is water. Dus. Als jullie al doorhadden, zijn we weer hier. Kindjes zijn hier. Sanne is mijn diamond painting aan het verder maken. Ik heb ook eentje voor Sanne besteld. Ja. Bij oma Ali. Tante Wish. Dus die komt er bijna aan. Dus dan kan ze mooi nu even oefenen hoe dat gaat. Het is best een priegelwerkje. Ja. Structuren. Maar gaat goed. Zo. Het is natuurlijk wel een heel leuk karweintje zo. En Tim en Steven. Die zitten natuurlijk te minecraften. Wat denk je anders? Niet goed. Kijk, ik ben ver. Ik moet even passen. Je mag wel een eentje stuiteren. Dank je. Het is geen stuiterbal. Nu jij. Nee! Nee! Hoe moet het? Ondertussen zit ik al die bakjes te maken van deze diamond painting voor mij. Sanne is even met een andere bezig, met die van haarzelf. Wie heeft daar meestal? En Tim is hier met de bal. Ja. Met Steven. Ja, Steven wil slapen. Ja, jij moet hem dus wakker houden, of niet? Ja, ja. Schudden. Schudden voor gebruik. Ja, schudden we nog. Zo, besturing. Daar komt het hoor. Spatie is voor springen. Spring, spring. Spring, spring. Kruisje is ook voor springen. Nee. Auw, echt, echt waar. Wist je dat? Nee. Allebei, kan allemaal. Ik wist niet eens dat het de PlayStation Vita was, maar dat kan ook echt op de PlayStation Vita. Kijk dan, zelfs op de Wii U. Wist je dat? Ik ook niet, maar zeker niet. Nee, ik zou er ook mijn hele hoofd mee omdraaien. Dat geloof ik niet. Minecraft kan ook op de Wii. Op de Wii? Oeh. Dat kan ook. Ja. Maar wij hebben geen Wii U. We hebben zeker geen Wii U. Wii. Dat is nieuwer. Duurder. Nieuwer? Met een U erachter. Hoe maak je dus... Schaap. Speciaal talent. Schapen laten één wol vallen als ze doodgaan. Maar 1 tot 3 als je ze scheert. Ja? Ja. De wol groeit daarna terug. Wist je dat? Ja. Ja? En een eend is ook wol. Echt? Ja, eend kan er ook aan een schaap doen. En dan is het zwart. Je kan een schaap wel kleuren. Wow. En ook die schoonmaken. Voordat je hem scheert... Je kunt de schaap dan ook verven, wat jullie net zeiden. Voordat je hem scheert, dan verandert de kleur van de wol. Permanent. Verf maak je van bloemen, lapis lazuli, cacaobonen en inktzakken.
gewoon pakken. Welke wil je? Welke wil je? Nee, ik wil de konijn en het paard. Eerst het paard. We beginnen met konijn en dan gaan we zo verder werken, ja? Dus en ik wil de kat. En ik wil de kat. Dan gaan we... Oké, dan beginnen we bij de kat. Ocelot. Ocelotten kunnen geen schade oplopen door te vallen. Je kunt ze temmen tot katten door ze rauwe vis te voeren. Ja, dat is... Ja. Ga binnen 10 blokken van een ocelot staan. Wacht tot hij in de bedelmodus komt. Dan loopt hij naar je toe en kijkt naar je. Oza, zijn we buiten? Het is opeens mooi weer, hè? Niet zo, wij willen een filmpje kijken. Maar de zon schijnt zo mooi. Ik denk, ik ga even met Roze lekker buiten. Echt lekker ineens. Begin. Nou, inmiddels is Sanne ook lekker naar buiten. Tim komt ook even koekeloeren met de popcorn. Ik wil ook pop. Ik wil ook popcorn. Popcorn. Oh, lekker. Aanbieden. Steven zijn slapen vallen. Steve. Steve wil gewoon niet wakker maken. Maak hem maar wakker. Wil je wel even opletten? Ja, ik let op. Bijna. Steve. Steve. Steve, wil jij een dingetje van mij voor deze? Bijna. Dat is misschien een beetje te lang. Ja. Moet je iets korter maken? Ja. Kom maar, nog een kortje maken. Mag ik dan? Is hij nog te lang, denk ik. Kijken. Denk ik niet. Komt door het gras ook. Ja. Ja, ik moet echt gras maaien. Maar ik zit te twijfelen of ik het badje weg moet halen. Dan mag ik moet gras maaien. Dat is deze. Ja, is echt heel vies is hij. Ja. Niet meer schoon te maken. Ik kan wel schoonmaken, maar... Het is overwegend, hè? Ja, is helemaal veranderd. Nee, de regen kan dat doen. Ja. Schoonmaken. De regen die maakt het groen juist, het bad. En met allemaal vieze rommeltjes erin. Ik zal jullie even laten zien hoe het bad eruit ziet. We zitten er nu over te praten, maar niemand kan het zien natuurlijk. Kijk, dit bedoelen we met vies. Echt vies, vies. En deze, allemaal van de bomen. En deze springtouw is wel handig, want als je hebt gesprongen, houdt hij de tel bij. Ja. Steef, kijk in de zwembad. Ik heb uitgezocht, als je dit doet, dan... Doet hij dat ook. Gaat weer terug. Ja. Steef, kijk eens in de zwembad. Echt heel vies. We moeten dat bad schoonmaken. Dan kun jij zo heet. Ja, van de zon. Moet je instuderen, denk ik. Ja, een beetje wel, hè. Bijna rood worden. Echt? Ja. Ik zie hier een beetje rood worden. Echt? Wordt het een beetje rood? Ja. Wat er wel mee? Stefan. Word ik rood? Ja, mag ik een beetje rood worden. Ja, hier. Echt? Hier, ja. Oh. Ah, nee joh. Zit er nog maar net. Nee. Een beetje bruin worden. Ik zit Bella nou weer te eten. Heb jij nou weer te eten? Popcorn, denk ik. Heb jij popcorn geknoeid? Nee. Oeh, dat bakje moet je wel van de grond doen, want Stefan wil... Kijk dan, Rosa kijkt vol bewondering naar wat Sanne aan het doen is. Dat vindt ze zo leuk. Ja, hè? Even popcorn op je hoofd! Nou, en dan hoepelen. Wow! Goed, man! Heb het kleed mij verplaatst. In de schaduw weer. Steve moet zijn broek even omhoog hijsen. Dan staat zijn paarse onderbroek in de slag. Nog meer. Ik zie nog steeds paard. Er is een popcorn op je muts. Heel veel. Het hele bakje. En op je rug. Wat doen ze, Rosa? En dan gaan we
Waar gaan we heen? Naar de bioscoop. Ja. Schrikkelijke ik 3. Oh jee. Auw, dat is mijn hoofd. Wat leuk. Waarom ga je erheen? Gewoon. Wat dan? Wat gaat gebeuren dan? Een film kijken, met idee. Oh echt? Ja, dat wist jij toch, Jankede? Echt? Maar ik heb helemaal geen auto. Hoe gaan we dat nou weer oplossen? Met de bus. Oh, nee. Ja. Rijdt die ook voor ons, die bus? Ja. Oh. En ik wil daar gaan sprinthouden. Ging niet steeds. Over de droogmolen, hè? Ja. Ja, moet ik eigenlijk even inklappen, maar ja, ze liggen hieronder. En nu ga ik lopen. Dus. We eten kip Siam. Kipfilet is al gesneden. En dit gaan we eten. Ja. Water staat op voor de rijst. Ik ga de bosuitjes even snijden. Moest ook een paprika in, maar die hebben we niet. En ja, we improviseren wel even wat. Dus ik denk dat ik komkommers bij ga doen. Daar heb ik er genoeg van. En wat extra rijst denk ik dat ik moet maken. Eerst maar zien hoe ver we komen met wat we hebben. Kipfilet heb ik in ieder geval genoeg. Dus als het saus is, dan is dat al sowieso al lekker. En dan een beetje komkommetjes erbij. Ik denk dat het wel goed is. En dit is de kip Siam geworden. We hebben komkommers erbij gedaan. Tim lust dit ook wel. En Sanne lust dit ook wel. En ik lust dit ook wel. Oh jee. Steven ben moe. Oh. Ja. En je moet wel uitslapen, want deze dag gaan we naar de bioscoop en dan wordt hij nog moer. Uh-huh. Ja, die wil niet mee. Eet smakelijk. Eet smakelijk. En de kinderen zijn weer naar huis gebracht. Ja. En ik moet nog heel veel editwerk doen. Dus dat ga ik nu even doen. En dan kom ik straks weer terug. Ik denk om de vlog af te sluiten. Of er moet nog iets heel grappigs of leuks gebeuren of zo. Wat ik het vloggen waard vind. Want editen... Kom op. Dan gaan we maar niet vloggen. Jammer. Leek net veel lichter. Wacht, ik ga wel even zitten. Oeh. Iets meer licht, want dan kan ik onder de lamp. Kijk, als ik van bovenaf licht pak, dan sta ik opeens in het zonnetje of zo. Ja, het is weer 's avonds. Tijd om de vlog weer af te sluiten. Ik zal even de stand van de bananen laten zien. Ik moet even een bananenbrood morgen maken. Dat ga ik morgen even doen. En er zijn een hoop bananen weg. Maar dit is nog wat er over is. Dus we hebben heel goed ons best gedaan. Iedereen is aan de bananen. Dat zijn wel heel erg lekker. Ik ga bellen even uitlaten. Douchen en mijn bed in. Moe. De dag is weer voorbij. Vond je het een leuke vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ik hem. Hier een bolletje hierboven. Hier zijn nog twee schermpjes die ook wel leuk zijn om te kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Zie je morgen in een nieuwe vlog. Slaap lekker. En als je dit in de ochtend kijkt, wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!